Beste Kuiper, jij gaat in januari een sponsorloop doen naar Tergooi ziekenhuizen. Hoe is dat ontstaan? Het is eigenlijk ontstaan, ik ben 6 jaar geleden heb ik non-Hodgkin gehad. Dat is een lymfeklierkanker. Ik heb de weg Baren-Hilversum heel vaak afgelegd in een wat mindere situatie. En toen zei ik tegen mevrouw van nou, er komt een dag dat ik naar het ziekenhuis toe ga rennen. Ik ga dan juist die kant op, omdat ik moet voor onderzoek. Ieder jaar word ik onderzocht om te kijken of mijn lichaam nog goed is. Of de bloedwaardes goed zijn, of mijn lymfen nog oké zijn. Ik ben wel uit de gevarenzone, dus het is niet zo dat het heel spannend is. Maar ik voel nu dat mijn lichaam sterk genoeg is. En wat ik net zei, ik heb het zwak meegemaakt en nu wil ik het sterk meemaken. Het idee Sign for Life is bedacht tijdens het hardlopen. We hadden het erover van wat voor kleding doen we aan. En ik was een rondje aan het lopen alleen en ik had zoiets van, als ik nou een wit shirt aan doe, dan kunnen mensen gewoon een handtekening erop zetten voor 10 euro. En met 10 euro, Sign for Life. Dat is hoe het werkt. En op 7 januari, dat is de vrijdag voordat we gaan lopen, dan doen we 's middags in de bakkerij, dus in de winkel, komen de shirts te liggen. En iedereen die gesponsord heeft en nog wil sponsoren, kan op dat moment met een stift zijn naam op het shirt komen zetten. En die tekent daarmee voor het leven. Een afstandloper die heeft een, dat noemen ze een haasje, dat is iemand die meeloopt. En dat zijn hetzelfde als de knechten in wielerkoersen. Die zorgen dat degene die het moet doen, het gaat halen. We kwamen in contact op de tweetmeet en vertelden van wat ik van plan was. En toen zijn we eigenlijk samen gaan lopen. En na de tweede keer vroeg ze van, God, ken jij het Wheel of Energy in Amsterdam? Ik zei, nou, dat ken ik wel. Nou, ze, daar zou ik graag dan met jou ook onze generale repetitie willen lopen op 10 januari. Ik zei, nou, dat is hartstikke leuk. En zo is dat. Wheel of Energy is opgezet door Richard Bottram. Hij loopt 365 marathons, heeft hij besloten. Zijn vriendin is overleden aan kanker. En wil daarmee geld inzamelen en meer bewustheid creëren voor de ziekte kanker. En ook vooral voor het psychische sociale wat erbij komt kijken. En dat is iets wat eigenlijk heel erg ondergesneeuwd is. En dat is eigenlijk ook wat Sign for Life wil belichten, zeg maar. Dus, dat je het mentale stuk van ziek zijn bijna net zo belangrijk is als het beter worden zelf. Sylvester, wat gaan we doen? Nou, we zijn nu aangekomen bij Wheel of Energy 365. We staan nu op het Schiphol Plaza. We gaan nu de check overhandigen aan Richard Bottram, initiatiefnemer van Wheel of Energy. Hi Richard. Hi. Daar zijn we dan. Inderdaad. Welkom op Schiphol, welkom bij Wheel of Energy. Dankjewel. Dankjewel. Zoals je weet hebben we in Baren Sign for Life opgericht. En via Twitter en andere mediakanalen hebben we zoveel mogelijk sponsorgeld binnengehaald. Daarom wil ik je deze check overhandigen namens Sign for Life. Het is ons eerste project en veel gehoord is dit eind. Nee, dit is het begin voor Sign for Life. En ik hoop dat we in de toekomst nog heel veel samen met Wheel of Energy samen kunnen ondernemen op het gebied van ondersteuning voor kanker in de toekomst. Laten we daar eens een hand op geven, want dat is uiteindelijk inderdaad precies hetgene wat ons bindt. Om te zeggen, we willen die mensen die met de ziekte kanker te maken hebben en tegen wie heb ik het, beter leven met kanker. Dat kan uiteindelijk als je uiteindelijk zorgt dat we met z'n allen de schouders eronder gooien. Dat kun je niet alleen. Nee. Oh. Ah, dat is wel. Jeetje man, daar hebben jullie hard voor gewerkt. Ja, heel hard voor gewerkt. En heel veel energie van gekregen en met heel, heel veel liefde gedaan. We gaan er iets moois van maken. Zou ik wellicht nog even iets mogen zeggen? Want dit is natuurlijk een prachtige prijs.
Toch wil ik nog iets meer zeggen. Je kijkt een beetje verrast. We hebben een aantal dingen gemeen. We wonen allebei in Baren, houden allebei van hardlopen. Ik weet, je bent een geweldige bakker. Want mijn zoon komt elke zaterdagochtend 3 tijgen bruin halen. Dus ik weet dat het goed brood is. Maar er zijn genoeg goede bakkers in Nederland. Waar het om gaat, hoe sta je erin als mens? Ik heb je verhaal gelezen van wat er met je gebeurd is. En dat je eerste energie nodig had om het genezingsproces te krijgen. Maar daarna is nog eens die energie omgezet in een nieuw proces, een nieuwe activiteit. Geld ingezameld waar nog meer mensen worden geholpen. Mijn ogen ben je een held. Om die reden vind ik dit een mooi bedrag. Maar dit is mooie 6. Ik maak er een 7 van. 7.500. Ja, super. Hey, te gek, dankjewel. Dus dank voor jullie inzet. Heel veel plezier. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. En nu gaan we lekker een stukje lopen. Professor, dit had je niet verwacht. Nee, dit was er eentje die je niet ziet aankomen. Nee. En ik sta echt helemaal te trillen. Gewoon. Ik ben echt helemaal... Ik zie het. Van harte gefeliciteerd. Ja. Jij kwam in het begin aan. Nou, een idee. €150, een paar handtekeningen. Dit is echt wel heel veel meer. Dit is heel, heel veel meer. En het is echt een serieus bedrag. En iemand had uitgerekend dat als je dit op landelijke schaal zou zien, moet je rond 7 miljoen opgehaald hebben. Het is zo leuk om met zo'n groep mensen zo enthousiast en zo vol ervoor te gaan. En dat je dan halverwege zo'n proces dat die mensen zeggen van ja, maar we stoppen niet. Ik bedoel, dit is het begin. Nu gaan we beginnen. Ja, dit is helemaal te gek. Alleen woensdag nog en dan ga je daarna er echt mee door. Hè? Ja. Sign for Life stopt hier niet. Sign for Life stopt niet. Woensdag loop ik zelf voor mijn eigen controle naar het ziekenhuis toe. Ja, dat wordt voor mij echt het zware emotionele stuk. Maar ik moet zeggen, emoties voorlopig even genoeg deze week. Maar ik vind het zo leuk. En dit had ik echt niet verwacht. Gewoon even pats, €1000 erbij. En het is gewoon €7500 wat naar Wheel of Energy gaat namens Sign for Life. En gewoon alleen maar om mensen te zorgen dat ze mentaal begeleid worden. En dat die nazorg die zo belangrijk is. Ik had het stiekem gehoopt, maar ik had dat nooit verwacht. En nou heb je gewoon speciaal daarvoor €7500 opgehaald. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe laat is het?
Nou, want als je 8 kilometer naar het ziekenhuis kan rennen en hiermee is gelijk het start gegeven voor Sign for Life. Want we stoppen niet, dit is het begin. En we gaan nu door om andere mensen te steunen op mentaal vlak die nog een weg te gaan hebben op oncologie. Je hebt het 6 jaar geleden gedacht. Ik in ieder geval niet, want toen zat ik kotsend in de auto hier naartoe. En nu loop ik het. Ja. Ik zie je zo meteen. Yes, helemaal gezond. Yay. Nou nog terug. Yes! Bravo, dankjewel. Hey.